Ja, en hier weer een gloednieuwe De Straat. Steeds natuurlijk vanaf de Haagse Markt. Vandaag een ingewikkelde vraag hoor. Het gaat over iemand die wil dat er een anticonceptiepil, ik krijg het aan mijn schot, anticonceptiepil verplicht wordt gesteld voor verslaafden, voor gehandicapten, voor weet ik veel wat. En ja, dan gaan we vragen of de dames en de heren het ermee eens zijn. Ik weet het niet, ik vind het een moeilijke vraag, maar we doen het. Hey, het is een beetje, misschien een beetje een rare vraag, maar we zijn van hier van thuis en dan vragen we het op iedereen hier op de Haagse Markt. Er is hier iemand en die wil een verplichte anticonceptiepil gaan geven aan mensen, zeg maar gehandicapten, verslaafden. Vind je dat een goede zaak of vind je dat geen goede zaak? Dus verplicht zorgen dat ze geen kinderen krijgen. Vind je dat een goede zaak? Dat moet niet verplicht worden. Niet verplicht worden? Nee. Zeg eens, waarom vind je dat zo? Nou, ik vind dat er nog steeds een vrijheid moet zijn. Mensen moeten een bepaalde vrijheid zijn om bepaalde keuzes te maken. Als je zo gehandicapt bent dat je niet meer voor jezelf kan nadenken, dan is het wat anders. En mensen die, ik noem maar een voorbeeld, drie kinderen hebben en ze verwaarlozen, mishandelen. Vind je het dan ook geen optie om te zeggen, oh jij mag geen kinderen meer? Of wat? Nou, ik denk wel dat daar grenzen aan gelegd moeten worden. Sorry. Nee, geen idee. De laatste tijd wat je gewoon ziet, de opvoeding. Ouders kunnen gewoon niet goed opvoeden meer tegenwoordig. Vooral, dat merk je gewoon, dat zie je gewoon hier. En dat vind ik een bezwaar. Dus eigenlijk zeg je van niet verplichten en het aan de rechter overlaten als het bij excess of zoiets? Ja. En als ouders niet kunnen opvoeden, verplichten naar een cursus sturen. Dat vind ik veel beter. Ja, dat is inderdaad waar. Ja, verplichte opvoedcursus. Dus gewoon begeleiden, verplichte opvoedingscursus en geen verplichte pril. Nee, dat zou ik niet te snel doen. Nee. Dat is duidelijk, dankjewel. Okay. Ik zou zeggen, eet verder aan je pilletjes gezellig. Hey, bedankt. Fijne dag, hè? Nee, dankjewel. Dankjewel. Nee. Doeg. Dag. Er is hier iemand in Den Haag en die wil zorgen dat er een verplichte anticonceptiepil gaat komen voor vrouwen die kinderen mishandelen, die verslaafd zijn, die gehandicapt zijn. Wat vind jij van het idee dat ze kunnen verplichten om dat soort vrouwen een anticonceptiepil te geven? Nou, ze kunnen, ja, als je het aan mij vraagt, moeten ze niks kunnen gaan verplichten. Dat kan gewoon niet. Dan, die beslissing die moet je gewoon zelf kunnen maken. Dus, en als je nou zeg maar, ja, weet ik veel, drie kinderen verwaarloosd hebt en zo, weet ik veel. En ze wil weer een kind. Wat zeg je dan? Ja, dan wordt het een beetje moeilijk, hè? Ja. Ja, maar ik vind alsnog dat ze het niet kunnen verplichten. Ja, oké, okay, dat is duidelijk. Dat is een andere oplossing voor vinden. Oké, okay, nou, dat is heel duidelijk. Ja, maar geen verplichting. Geen verplichting? Nee. Geen regeltjes? Ja, regeltjes wel, maar niet op die manier. Oké, okay, nou, dat is duidelijk. Dankjewel. Super van. Hey. Hoi, hoi, fijne dag, hè? Dan een vraagje. Er is hier in Den Haag iemand en die wil gaan verplichten dat vrouwen die gehandicapt zijn, die zwaar verslaafd zijn, die kinderen mishandelen, verplichten een anticonceptiepil te gaan geven. Verplichten dus. Wat vindt u daarvan? Ja, vind ik wel goed eigenlijk. U vindt het wel goed. En u? Ik vind dat iedereen de vrijheid moet hebben om zelf of wel of geen maatregelen te nemen. Dus eigen verantwoordelijkheid. Ook niet in hele excessen, zeg maar? Nee, ook niet. Nee. Ik denk dat als er een kind geboren wordt, dat er altijd een oplossing voor is. Nou, dat is heel duidelijk. Dankjewel. U bent het de meis? Nou ja. Ik vind het een moeilijk onderwerp. Ja, het is een heel moeilijk onderwerp. Om daar zo ineens abrupt een antwoord op te geven. Heel moeilijk. Klasse, maar ik wens jullie toch een hele fijne dag op de markt. Oké, hè? Dag! Maar er is hier iemand in Den Haag en die wil verplichten dat vrouwen die verslaafd zijn, gehandicapt zijn of kindermishandelaars zijn, een anticonceptiepil te geven. Wat vinden jullie van het idee? Dus verplichten een anticonceptiepil te geven? Ja, dat is een hele lastige kwestie. Moeilijke vraag, hè? Ja. Nee, ik heb er zelf ook wel nagedacht, zo, maar... Ja, dat is per persoonlijk verschillend. Dat maar vind je. Ik snap waar het vandaan komt. En, ze willen het sommige opties ook voor zijn, maar het is, je kan iemand zoiets niet verplichten. Dat is... Dus geen verplichting? Nee, geen verplichting. En je ook? Aanraden. Ik kan het misschien aanraden. Aanraden, maar geen verplichting? Ja. Oké. Okay. Nou, ik zit even te denken. Dat kun je verplichten, maar hoe kun je nagaan of ze het innemen? Ja, dat zou ik dan ook niet weten, maar... Ja, heel praktisch hoor, maar... Ja, dan zou je toch iets om... Ja, dat zou ik niet weten. Je kan ze ook door de wc spoelen. Dus het is gewoon niet uitvoerbaar? Nee, ik denk het niet. Dames, mag ik jullie hartelijk bedanken.
Oké, fijne dag verder. Toch?